Zijn terug op de local spot. Wat waren die grips die je van mij hebt gehad, of niet? Wat de f***? Zit dat stuur nou helemaal los? Nee, die zit vastgelast. Right, yeah. Of course. Oh, hij flext gewoon helemaal. Nee. Kijk, jongen, kijk hoe dat ding nee, staat. Volgens mij is de bal, of de bal hoofd een beetje los. Nee. Slack. De slack boy. Bruh, chill. Ik heb je donhouder erop gemaakt. God damn it. Je moet er nog oplassen. Ik heb nog geen. Ik had nog geen wasapparaat. Pak even dat digitaal ding. Kijk of je haat genoeg. Ach joh, je kunt het voelen zo. Hij heeft veel te haat. Dat is toch maar juist mooi. Dat is extra veel actie. Janno is bang dat zijn vel kapot gaat. Boys, jongen. Dat is gewoon dik, gewoon Schwalbe Dirty Dance hier. Kijk ook hoe je dit ventiel erin hebt zitten. Junior Dance. Super. Ja, wel, kijk dan. Je pak een makkelijk goal gooien, man. Doe dan. Wow. Challenge number one. Ah, dan moet de steen op je schouder doen wie als eerste naar beneden moet. Hij gaat ook van. Hij gaat meteen van naar boven. Ik ben het belangrijk dat je je gewicht goed plaatst. Naar achteren toch? Hij durft niet. Dat hoor je niet. Oh, dat is ook een. Ik had echt al eerder moeten gaan. Ja, er zit een dik spoor in. Fietsen. Nu moet je gewoon de zadel eraf schroeven, dan gaat het nog. Ja, dan ga je helemaal dood. Zo. Ik ging er amper op zitten en ik krak al af. Je moet er niet gaan zitten. Moet even kijken. Ja, hij ging erop zitten. Ja, maar bij mij bracht het er niet af. Ja, omdat jij al een half had gebroken waarschijnlijk. Nee. Dat is een lekker knak. Ja. Nee. Dat is gewoon wel. Ja, maar dat is niet berekend, 80 kilo dat ding, hè. Yeah, boy! Ik ben een stuk jongen. Ik heb wel een goed idee. Oh, je zadel! En dan erop springen. Aanrijden, dat je voor de thumbnail gewoon zo sick uitziet. Ja, ja. En dan doet Tristan wel even motion blur. Ik wil gewoon zo met de camera meedraaien. Dan gaat Melvin wel even zo bij. Gewoon zo die YouTuber reaction face zo. Kom, let's go. Gaat er sowieso weer rijden. En dan vallen vier knippen. En dan zo hier, zo de eerste clip in de video, weet je altijd, dan hier knippen. Clickbait, man. Wow, holy moly. En dan zit dat geluid erachter. Oké, wat doen we? Gewoon vanaf boven de lijn naar beneden rollen? Maakt niet uit, maakt niet uit. Ja, toch geen grip op die dingen. Oh. Allemaal oploof. Laten we gewoon zeggen, steenpapier schuiven hier naar beneden moet rijden. Tot en met de jump. Dan vind je het. Wil jij je opofferen? Hij wil gewoon. Ja, dan wil. Oké, dan. Oké, let's go. Ik volg jou wel. Ja, boys. Ga je naar begrafenis? Ja, boy! Woe! Let's go! Ja! 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 Ja, dat ging best wel goed nog. Nou, wie gaat als volgende? Die banden hebben 0,0 grip, gek. Kom, we doen iedereen een stukje dan. Brian vanaf nu, want... Ja, jij bent er niet geweest, poesie. Brian. Ja, let's go, Brian. Come on. Let's go. Oh.
Hey, dat was wel gewoon een stikke bil. Eerlijk. Oké, okay. Okay, maar je bent er nog lang. Ja, hij is nog niet eens bij het moeilijkste stuk. Echt? Daardoor heen, hè? Door de gul. Ja, hier rechts, toch? Oké, okay, let's go. Yo! Yeah. Oh! Sick! Yeah, boy! Oh! Yeah, boy! Kom! Hij doet de hele run gewoon! Yo! Oh! Ik ben bijna op je enkel heen. Hij heeft gewoon maar een hele run gedaan. Als je grotere banden hebt, dan gaat dat best wel goed. Ja. En je moet geen terugtraprem hebben. Ja, dat is best spannend. Dat is wat jij had. Als je dan afstapt met één voet, dan kun je niet meer... Nee, je moet naar voren. Normaal, als je je voeten weer recht wil doen, doe je binnen naar achteren. Ja, ja, ja. Dan denk je dat dat niet kan. Nou, dit is het moment van de waarheid. Gerrara hier, man. Nou, helemaal omhoog en dan steven op je schaar tussen Melf en Nick wie er naar beneden moet. Hey, maar jij ging, jullie gingen best wel goed toch? Vooral Brian. Je leek echt gewoon op je BMX stand. Ja, nou ja. Gary! Zeg maar, alles waar hij goed ging, leek hij best wel confident. Het ging bijna beter op zijn eigen fiets. Ja, op een gegeven moment leek je best wel comfortabel op dat ding. Ik denk echt als je 14 inch wielen hebt, dat het echt goed. Ja, je moet iets grotere wielen hebben en dan is het best wel grappig. Ja. Ah, jij deed hem bijna toch? Dus dan. Nou? Mag ik even één ding proberen? Je hebt hier 0,0 druk. En voet op de pedalen houden. Ja. Ik weet niet dat ik ga verliezen. Ik win nooit met 7-4 schaar. Dus ik kan ook gewoon nu al je. Ja, je kunt ook gewoon gaan. Ja. Nee. Oh ja, hij heeft niks meer. Jongen, waar moet ik mijn bidon plaatsen? Oké. Okay. Ik heb nou eindelijk een... Ik ga steun. Oké. Okay. Yeah, boy. Ik dacht hij bluft gewoon. Ik ga steun. Jij mag. Oh, ik ben zo blij. Hier voelde ik echt niet naar beneden. Kjarno zag. Het enige waar ik bang voor ben is dit. Ja, daar sta je. Ik niet. Denk dat je daar niet eens op staat eigenlijk. Staat de GoPro aan? Hij staat de GoPro aan. Ja, hij knippert. Maar waarom stopt het dan? Ik kan niet remmen. Nee. Ja, dood. Ik ga het soort linker lijn pakken en dan jou joinen. Ga maar. Goed aan! Oh. Ja, boy! His name is... Yeah. Oh, gaat het? Oh, ik verrekte mijn schouder een beetje. Oh man. Maar oh man. Wat? Oh, gaat het? Wow. Ik maakte wel een beetje een rare beweging, man. Maat, hoe de f*** voor elkaar gekregen? Ja, bro. Ik kan niet lassen. Dat is dus wat ik straks ook al zag. Jongen, toen hij op de kop stond. Dit ligt helemaal niet aan mijn las, hoor. Nou. Dit ligt helemaal niet aan mijn las. Jongen, mijn las ligt hier. Mijn las ligt hier. Oh, oh. Oh. Ik had het niet verwacht ook. Hij stond al heel iets van voor, hoor, maar... Oh. Ik had wel geluk, denk ik. Ik dacht, hij popt in zijn schouder. Ja. Oh, dat zal wel zijn, jongen. Hiermee je schouder nou breekt. Ja. Als je dood wil, Janno, dan moet je... Ik moet zeggen, dan moet je zo gaan fietsen. Ik maak alleen een beetje rare beweging, maar het gaat wel. Ik denk dat het vanavond een beetje vol, maar... Janno, dat is gewoon de stem die klaar was. Nee, dit is gewoon de originele was. Oké, let's go. Ja, maar dat is de stem die kapot is. What the f... Nou, breng dat. What the hell? Hij dacht ook dat het goed ging. Stomput. Oh, ik dacht, dat gaat nooit goed. Mijn stem breekt zo af. Voordat ik het kan zeggen. Dat was wel een mooie snoep uit, hè?
Ja, ik heb wel geluk nu. Ik hoef niet. We moeten denk ik een rematch doen. Maar het ging best wel goed tot het hier dat ding brak. Ik ging best wel sick eigenlijk. Ja, ik dacht, oh hij jumped, hij heeft wel commitment. Maar toen, ja, commitment toen, had ik wel, ja. Ging net als hem over de pas. En zijn stem brak af. In plaats van dat de voorhoog gewoon bleef hangen. Tristan, jij bent nog niet geweest, hè, maar als straf mag jij naar beneden lopen. Maar ik moet zo naar beneden. Wie kent een goede fietsenmaker? Mijn fiets is een beetje brokken. Kijk jongen, mijn las ligt hier en hier. Nou, oei, oei. Kijk, dit was magnesium, dun staal zijn, jongen. 1 millimeter. Geen probleem. Nog niet eens. Hier, veel plezier ermee. Oké, dankjewel. Oké, maar ik denk terug naar de bus. Wie gaat op mijn fiets dan? Eindelijk. Ja, ik denk filmpje de afgelopen, jongens. Bedankt voor het kijken. Ding is helemaal naar de k***. Als iemand een goede fietsenmaker kent... Alles is een kapotte zaal. Stuur ze af. Als iemand een goede fietsenmaker kent, stuur even in de comments. Mijn fiets is een beetje brokko. Oh, sorry. Nou, jongens. Was me weer genoegen. Hier. Oh, hier is de camera.